21 maart organiseert Medica het symposium De Arts van Morgen. Dit jaar werpen we een blik op de huidige klimaatverandering en of het de gezondheid van de toekomst gaat. Dit onderwerp is zeker geen wolk in het park, maar deze twee sprekers doen alvast een poging. Ik kom u spreken over de gevolgen van klimaatsopwarming met op tropische ziekte. Waarbij dat twee tropische ziekten in kaart zullen gebracht worden, dengue en malaria, beide worden overgedragen door muggen. Niet alleen temperatuurverhogingen speelt hier een rol, maar ook veel andere factoren gaan een rol spelen bij de verdere verspreiding. Armoede speelt hier ook heel belangrijk. Ik wil het met jullie hebben over de effecten van klimaatswijziging, maar eerder nog van klimaatsverstoringen op de landbouwproductie, die vooral een grote onzekerheid met zich meebrengen voor de betrokkenen en ook uiteraard gemiste oogsten en vaak ook landbouwproductie van een lagere kwaliteit. Dit jaar kan je het symposium integraal via livestream volgen. Zowel directe als indirecte gevolgen komen aan bod en tijdens de interactieve sessie bespreken we vragen vanuit het publiek. Bovendien kan je als arts accreditatiepunten verdienen. Je kan je nog tot 18 maart inschrijven via de website, waar je ook nog verdere informatie kan vinden. Het belooft alvast een boeiende dag te worden. Tot dan! Op 21 maart organiseert Medica het symposium De Arts van Morgen. Beste aanwezigen, beste sprekers, beste studenten vooral. Van harte welkom op dit congres Arts van Morgen. En het is een beetje in bijzondere omstandigheden. En ik wil eerst en vooral mijn dank en waardering uitspreken om ondanks deze moeilijkheden toch dit congres te organiseren. En dan nog over zulke interessant topic. We gaan ons vandaag heel wat kunnen bijleren, kunnen zien hoe bepaalde mensen daarover denken en onze mening vormen. Waarover gaat het congres vandaag? Het congres gaat vandaag eigenlijk in bredere zin over hoe de omgeving waarin de mens leeft invloed kan hebben op gezondheid. En dat zowel direct door een aantal ziekten die we tegenkomen, een aantal aandoeningen die frequenter of minder frequent voorkomen, ernstiger kunnen zijn, maar ook indirect door het effect dat de omgeving kan hebben op de sociale, financiële, economische status van mensen en regio's in de wereld en daardoor zijn effect op de gezondheid. En dat is een beetje de indeling van vandaag in deze twee delen. Ik wil namens de faculteit Geneeskunde ook de sprekers danken dat ze in deze toch bijzondere omstandigheden tijd willen maken om hierover hun gedachten met ons te delen. Het topic maakt me eigenlijk blij als dat gekozen is omwille van twee zaken. Enerzijds is het eigenlijk echt wel toekomstgericht op de lange termijn. Ja? Klimaatverandering bijvoorbeeld is iets wat niet op 3 jaar gekomen is, ook niet op 10 jaar, maar gaat over een veel langere periode. En het doet me dus plezier dat studenten over deze lange termijn evoluties willen nadenken en daar conclusies uittrekken. En anderzijds heeft het ook een zeer grote actualiteitswaarde. En ik zal proberen dat met een aantal voorbeelden te verduidelijken die ik zelf heb meegemaakt. Natuurlijk, de actualiteit, dan denkt iedereen aan de COVID-crisis, de coronavirus, hoe dat uiteindelijk overgegaan is van dier naar mens vermoedelijk. Het samenleven van de mens met de dieren. En dat is ook een topic wat uiteindelijk later in het programma aan bod komt in de One Health. Heeft natuurlijk een belangrijk effect gehad en daarover nadenken welke effecten het in de toekomst zou kunnen hebben is natuurlijk belangrijk. Maar denken we ook maar bijvoorbeeld het verschil in aantasting, in prevalentie tussen de ziektesymptomen, op zijn minst zoals die gerapporteerd worden in Europa versus Afrika. Er zijn een aantal aspecten die potentieel daar een invloed kunnen op hebben.
Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Afrika, zijn er een aantal presidenten die toch wel gestorven zijn daaraan, of ziek zijn daaraan op zijn minst, terwijl we dat misschien minder in de algemene populatie zien. Is dat een effect van testingbeleid? Is dat toch een effect van andere immuniteit, van andere omgevingsfactoren? Daar zal nog veel moeten over nagedacht worden. Wanneer we niet op wereldschaal kijken, maar hier in onze omgeving... Enkele dagen geleden was in de krant ook nog een kaartje over de totale load cumulatieve van de COVID-infecties die zich hebben voorgedaan in België. En dan zie je eigenlijk dat Leuven en omgeving daar een lichtere, veel lichtere vlek was. En dan kun je zeggen, ja, hoe komt dat natuurlijk? Ja, wij wonen hier naast de beste universiteit van Vlaanderen. Misschien heeft dat wel zijn effect. Aan de andere kant... vermoedelijk zijn er toch heel wat andere factoren die ook spelen, namelijk dat we hier in een zeer rijke regio wonen, waar de mensen waarschijnlijk ook veel meer plaats hebben om in hun quarantaine toch zich te ontspannen, in plaats van een klein behuisd te wonen in een groot stad. Dus ook dat zou natuurlijk zijn effect kunnen hebben. Dus de omgevingsfactoren, het opvolgen van de maatregelen, de kennis van die maatregelen, kan allemaal zijn effect hebben. Een ander topic wat ik even wil in herinnering brengen is vorige zomer. Niet zo ver hier vandaan, in Kampenhout, 15 kilometer van hier, zijn er twee mensen gestorven aan malaria die zelf nooit op reis geweest zijn, oudere mensen. En Kampenhout is toch een regio die ongeveer 10, 12 kilometer van de luchthaven van Zaventem woont. Dat betekent, iedereen vermoedt dat het uiteraard import geweest is via de vliegtuigen, dat een aantal muggen zijn meegekomen. Maar dat betekent wel dat die muggen dan toch ook langere tijd hebben kunnen overleven in de buitenlucht, in onze Belgische omgeving. Het was natuurlijk redelijk warm en vochtig vorige zomer, maar toch is het opmerkelijk dat dit nu voorkomt. Hè. Dus het effect mogelijk toch ook wat van bepaalde periodes van hitte en dus klimaatopwarming die dat toch meer waarschijnlijk maakt. Het is dus duidelijk dat gezondheid samenhangt met omgeving en met klimaat en vandaar zowel op lange termijn als op korte termijn effecten kan hebben. Daarom is het een onderwerp dat zeker zeer relevant is. Ik wil dan ook de organisatoren danken voor deze organisatie. Het is fantastisch dat jullie doorgezet hebben, creatieve oplossingen gezocht hebben en ook voor de keuze van het onderwerp. Dank en proficiat hiervoor. Ik ben gerust dat onze Leuvense studenten ook in de toekomst een belangrijke rol in het gezondheidszorgbeleid zullen spelen. Dank u wel en ik hoop dat u allen een zeer aangename en leerzame zondag in quarantaine kan doorbrengen, maar toch verbonden met elkaar via de elektronische middelen. Dank u wel en tot volgend jaar zou ik zeggen. Dank u wel, professor Herijgers, voor deze mooie opening van het symposium. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Mara van Spaandonk. Ik ben de voorzitter van dit symposium en ik heet jullie ook heel graag van harte welkom. Ja, het is natuurlijk heel spijtig dat ik jullie niet real life kan zien, maar ik hoop dat jullie toch van achter jullie scherm ook wel een beetje meegenieten. Alvorens we starten wil ik nog eventjes een warme oproep doen om ook van jullie te laten horen. We appreciëren zeker input van ons publiek en daarom zouden we graag interactie hebben op twee manieren. Ten eerste kan je via de YouTube comments vragen insturen, dat we dan aan de sprekers kunnen voorleggen. En er komt ook een Poll Everywhere link en daarin kan je algemene vragen insturen voor de interactieve sessie. Dus alvast bedankt om al jullie vraagjes door te sturen. Blijf er zeker niet mee zitten. Daar is mij enkel nog de eerste spreker aan te kondigen. En dat is niemand minder dan de heer Dirk Drouwlands. Als bioloog, journalist en auteur is hij de perfecte persoon om onze basiskennis over klimaatverandering op punt te stellen. Voilà, dat was het dan. Veel plezier. Goedemorgen allemaal. Het blijft een vreemde ervaring. Grote aula, maar lege aula. En toch een publiek dat we dat niet zien.
proberen er het beste van te maken. Het babbelen in het ijle, bij wijze van spreken. Het is een mooi thema. De decaan heeft het ook al benadrukt. Het is een thema op de lange termijn. Termijn waar jullie, dus de jonge generatie studenten, meer mee gaan nog te maken hebben dan wij nu de dag van vandaag. Waarschijnlijk ook de consequenties van gaan moeten opvangen. Dus klimaat en gezondheid is het thema van de dag. Het is mij gevraagd om een inleiding te geven om even een schets te maken van hoe zwaar de situatie eigenlijk is, hoe zwaar het nog gaat worden en wat dat eventueel heel korte consequenties zullen zijn in zaken de gezondheidszorg en de gezondheidseffecten. En ik veronderstel dus dat een aantal van de volgende sprekers dan dieper in zullen gaan op de details van elk van die thema's. Ik begin mijn verhaal begin 2020. 2020 was wel echt wel een jaar van, we zitten hier aan de KU Leuven, dus ik mag de term wel gebruiken, bijbelse plagen. En dat begon vorig jaar met die waanzinnige beelden over die gigantische bosbranden in Australië. Nadien zijn er dan ook de bosbranden in Californië bijgekomen, de tundra in Siberië stond zo goed als in de fik op een gegeven moment. Dus die branden is wel een essentieel component geworden van wat die klimaatopwarming aan het doen is. En er is natuurlijk een heel debat over de kwestie in welke mate die klimaatopwarming bijdraagt tot die branden. Want branden in Australië is nu niet iets dat alleen van vorig jaar was, dat is iets dat de courant voorkwam. Maar toch zijn er al ernstige studies over gedaan en zo heeft men dus kunnen nagaan dat er dus effectief een groter impact geweest is van de klimaatopwarming op die ernst van die branden. Men sprak in Australië van een black summer, dus zelfs naar Australische normen was dat een heel groot verhaal. Meer dan de oppervlakte van Vlaanderen is in de vlammen opgegaan. Het aantal menselijke doden was relatief bescheiden. 34 die rechtstreeks gestorven zijn als gevolg van de branden, maar 417 mensen die onrechtstreeks gestorven zijn aan het gevolg van de effect van de branden, en namelijk schade door rook die in de longen kwamen. Het effect op de natuur was van een andere dimensie. Dus naar schatting meer dan 1 miljard gewervelde dieren die gestorven zijn in die branden, die niet weg konden, zoals wij, die geen andere opties hadden om te ontsnappen. Dus wat dat betreft is er een catastrofe aangericht waarvan dat de natuur jaren, decennia nodig gaat hebben om daarvan te herstellen. In de marge daarvan heeft men dan eens zitten kijken en onder andere is er een studie die aangetoond heeft dat de extreme temperaturen die we vandaag kunnen meten in een functie van bijvoorbeeld die bosbranden, die zijn vandaag de dag, dus dagen met extreme temperaturen zijn vandaag de dag 4 keer frequenter dan in de jaren 50 van de vorige eeuw. En daar zitten dan een hele hoop terugkoppelingseffecten op die mee bijdragen tot die verhoogde risico's op die branden. Onder andere, het blijft 's nachts minder vochtig omdat het zo warm is, waardoor dat er dus minder kans is om 's nachts eventueel die vuren te dimmen en er dus echt een extra effect krijgt om zo verder op die manier door te gaan. Dat was het begin van 2020, bosbranden. Vervolgens een catastrofe die ook rechtstreeks in een van de bijbelse plagen was en die een beetje onderbelicht wordt in de media hier bij ons en over heel de wereld eigenlijk, weggeblazen door die andere crisis waar ik het zelfs even over ga hebben. De sprinkhanenplagen die in Zuidwest-Azië, de Hoorn van Afrika, dus een gigantische proporties aangenomen heeft dit jaar. Dus ook een verschijnsel dat regelmatig terugkomt. Een van mijn eerste buitenlandreizen, toen ik 33 jaar geleden voor de KNAK begon te werken. Zo lang is het al dat ik bij de KNAK zit, was naar Marokko om daar verslag van uit te brengen van zo'n sprinkhanenplaag. Maar ook hier is het duidelijk dat de klimaatopwarming bijgedragen heeft tot de ernst van die plaag. Er zijn op een gegeven moment, als een gevolg van de opwarming, een heel andere windpatroon boven Oman en het zuidoosten van Saudi-Arabië geweest, met heel veel regen erbij, waardoor dat al die sprinkhanen-eitjes die daar zaten te sluimeren, honderden kilometers diep in de woestijn, ineens tot leven zijn kunnen komen, sprinkhaantjes eruit. Er was ter plekke bijna geen eten, dus die gingen bijna onmiddellijk over in een zwervende vorm. En dan heeft hij die gigantische zwermen dus gekregen, die op dit moment ravage aan het aanrichten, nog altijd, dus in die regio. Met het grote risico op extra honger als gevolg. Honger trouwens, sinds 5 jaar, dat is ook gemeten. Klimaatopwarming zal er waarschijnlijk een deel een rol in spelen. Sinds 5 jaar neemt het aantal mensen met honger in de wereld weer toe. Op dit moment wordt dat geschat op 800 miljoen. Dus dat is een substantieel deel van de wereldbevolking.
droogte, dat is iets dat hier bij ons een belangrijke rol gaat spelen. Het 4 jaar op rij hebben we al met een extreem droge zomer gezeten. De temperatuurrecord stapelen zich ook op, zowel bij ons als in de rest van de wereld. Elk jaar worden de warmterecords gebroken, bij wijze van spreken. De 10 warmste jaren zijn er 9 de laatste 10 jaar geregistreerd. Dus dat zegt alles over hoe dat het aan het evolueren is. Die droogte gaat natuurlijk ook consequenties hebben voor de rest van ons bestaan. Dus het grondwaterpeil is ontzakken. We riskeren een van de volgende zomers met drinkwatertekorten in de zomer te kampen te krijgen. Je hebt misschien die panoramareportage gezien, die panoreportage gezien van een paar weken geleden, met huizen die scheuren als gevolg van het uitdrogen van de bodems, waardoor dat ze uit evenwicht worden gebracht. Allemaal effecten die te maken hebben met die klimaatopwarming. En ook hier weer zijn er sommigen die dan beweren van ja, maar heeft dat eigenlijk wel met dat klimaat te maken? Er is onlangs een studie verschenen in Science, een van de belangrijkste wetenschappelijke vakbladen in de wereld, die aangetoond heeft dat de gigantische droogte die momenteel speelt in het zuidwesten van de Verenigde Staten voor 47% extra verzwaard wordt door die klimaatopwarming. Dus bijna de helft van het effect is te danken aan of te wijten aan die klimaatopwarming. Dus er is geen enkele reden om aan te nemen dat we die twee van elkaar los kunnen koppelen. En evident, ook droogte. Grote delen van de wereld gaan onleefbaar worden. De Sahel, mensen gaan honger krijgen, de landbouw gaat in het gedrang komen, de wilde fruitproductie gaat beginnen sputteren, wat ook een effect op de ecologie gaat hebben. Mensen gaan oorlog moeten voeren voor water, mensen gaan moeten vluchten voor het klimaat, er gaan gigantische vluchtelingenstromen op gang komen in vergelijking waarmee de zogenaamde vluchtelingencrisis waar we nu mee te maken hebben, klein bier zal blijken te zijn. Allemaal rechtstreekse gevolgen op de middellange termijn van die fameuze klimaatopwarming, het thema van de dag van vandaag. En dan natuurlijk, vorig jaar, begin maart, begon het door te dringen dat fameuze klein virus dat er ergens in China was opgedoken, dat ineens ook weer een gigantische uitdaging voor de mensheid begon te presenteren. Het coronavirus, ik moet de tekening er niet bij maken, het feit dat ik hier voor een lege aula sta te praten, is daar een rechtstreeks gevolg van. Dat jullie nu thuis zitten te luisteren in de plaats van hier aanwezig te zijn en veel gezelliger met de collega's en de vrienden om te kunnen gaan. Corona, 2,7 miljoen geregistreerde doden ondertussen wereldwijd, meer dan 22.000 in België. Dus een hele hoop mensen die nog jaren gaan sukkelen met de gevolgen van wat ondertussen long-covid is gaan heten. Dus de lange termijn gevolgen van het overleven van een coronabesmetting die eventueel je lichaam zo zwaar kan aantasten dat je daar jaren mee gaat blijven worstelen. Ik heb tot voor kort altijd gedacht van er is geen enkele link te vinden tussen die coronacrisis en de klimaatopwarming. Tot ik 2 weken geleden een paper te lezen kreeg in het vakblad Science of the Total Environment, waarin dat men toch een link heeft gevonden tussen de twee. Het is een link die eigenlijk ook significant is in de betekenis van hoe is ons gedrag mee verantwoordelijk voor het feit dat wij nu met die pandemie zitten te worstelen. Men heeft namelijk aangetoond dat als een gevolg van de klimaatopwarming de jongste 100 jaar er veranderingen gebeurd zijn in het leefgebied van die fameuze vleermuizen in het zuidwesten van China, waar dus de sprong van vleermuis via al dan niet een tussengastheer, waarschijnlijk een tussengastheer, maar men heeft daar nog niet zo heel veel greep op, naar de mens zou zijn gemaakt. Want dat milieu zou er als gevolg van de klimaatopwarming geschikter geworden zijn voor vleermuizen, waardoor er meer vleermuizen in die regio zijn terechtgekomen met extra coronavirussen en er dus op die manier dus een grotere cocktail van mogelijke coronasprongen naar de mens zou zijn gekomen. En als je dat dan koppelt aan het gedrag van de moderne mens die werkelijk geen enkele vorm van respect heeft voor de rest van zijn leefomgeving, die op grote schaal regenwoud onderuit zit te halen, die daarin binnendringt voor kleinschalige landbouw in eerste instantie, voor handel in wild vlees, vleermuizen inbegrepen, die dat dan op van die fameuze wildmarkten terecht kunnen komen, waar dat ze eventueel kunnen crossoveren, zoals dat dan heet, met tussengastheren die daar dan ook zitten, en zo naar de mens. Dus de ideale omstandigheden voor een zogenaamde zoonose, een ziekte die een rechtstreeks gevolg is van een oversprong van dier, al dan niet, ja, het ander dier als tussengastheer, naar het dier dat de mens heet. Omgekeerde kan trouwens ook. We moeten daar niet te bescheiden over doen of te hoogmoedig over doen. Nu mag het niet meer, maar de laatste jaren, als je bezoek wilde gaan bij de gorilla's, In Rwanda of in het oosten van Congo moesten ze zelf al een mondmasker dragen, lang voordat dat hier de gewoonte was, dat die gorilla's kwetsbaar zijn voor die gewone verkoudheidsvirussen waar dat wij weerstand tegen hebben, maar zij nog niet, zodat zij daar zwaar ziek van kunnen worden. Het is een verhaal dat dus in de twee richtingen functioneert.
Dus klimaatopwarming heeft een rol in die verspreiding van de mogelijke verspreiding van het coronavirus gespeeld. Niet echt een doorslaggevende rol, maar toch wel een versterkende factor. En dan was er ook die fameuze studie van een paar maanden geleden in een vakblad, dat sommigen van jullie misschien zouden kennen, Cardiovascular Research, waarin men heeft aangetoond dat er een interactie is tussen de klimaatopwarming aan de ene kant en de verbranding van fossiele brandstoffen, die een rechtstreekse oorzaak is voor de klimaatopwarming, en aan de andere kant het risico om problemen te krijgen als gevolg van een coronabesmetting. Wereldwijd zou 15% van de coronadoden te wijten zijn aan effecten van luchtvervuiling die mensen al getroffen hadden voordat ze met het coronavirus te maken kregen. In België zou dat zelfs 21% zijn. Wat betekent als gerekend op 22.000 Belgische doden dat er 4.000 mensen in België aan corona zouden gestorven zijn, misschien wel nog hadden geleefd als het niet was dat hun longen al schade hadden opgelopen door een permanente blootstelling aan fijn stofdeeltjes in de lucht die een rechtstreeks gevolg zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen. Alles hangt altijd samen, ook in dit soort crisissen, en zeker in crisissen die te maken hebben met onze interactie met onze leefomgeving. De Lancet, medisch vakblad, heeft berekend dat elk jaar 8,7 miljoen mensen wereldwijd sterven aan de rechtstreeks gevolgen van luchtvervuiling op de longen van de mensheid. Hele soort ecologie eigenlijk van effecten van ons gedrag via die klimaatopwarming. Wat een hele belangrijke factor is in de context van die klimaatopwarming, en ik benadruk hem even omdat hem dikwijls over het hoofd wordt gezien, dat de essentie is natuurlijk wij. Wij mensen die op een hele zware manier druk aan het uitoefenen zijn op onze leefomgeving en dus de facto ook op onszelf. Ik ben een evolutiebioloog van opleiding, dus ik zie graag zo het prehistorische kader, om het zo maar te noemen. Toen wij 10.000 jaar geleden een overgang maakten van zwervende jager-verzamelaar naar territoriale landbouwer, waren er naar schatting ongeveer 6 miljoen mensen op de wereld. Op de wereld. Dat is zo min of meer de bevolking van Vlaanderen, maar dan uitgespreid over de hele bol. Vandaag zijn we met 7,5 miljard. And counting. En hoe ver dat we gaan geraken, dat hangt er een beetje af van hoe dat de modellen, dus hoe dat je die stuurt en zo, maar men gaat er toch vanuit dat we tegen 2050 aan 10 miljard gaan geraken. Men heeft dus ooit berekend, een 10 miljard op het plaatje, hier, het plaatje dat u kunt zien, het blauw, het geel, dat zijn wij, de zogenaamde beschaafde wereld. Het blauw zijn de ontwikkelingslanden, met vooral Afrika op kop. Dus het grootste deel van de winst, tussen aanhalingstekens, van die bevolkingsexplosie, die zal zich in het Afrikaanse continent situeren. Men heeft dus berekend dat er in principe de kans is dat wij naar een 70 miljard zouden kunnen gaan. Dat is zowat de draagkracht van de aarde voor mensen als je niet alles platgooit om nog meer mensen te kunnen huisvesten. Dat betekent dat er hier en daar nog een bosje blijft staan en links en rechts nog een kiekje kan gegeten worden. Maar 70 miljard, dat is nog altijd bijna 10 keren meer dan de dag van vandaag. Maar de kans dat het zo ver komt, gasten, is relatief klein. En dat is ook in jullie medische context, denk ik, een heel belangrijk facet om te begrijpen en om mee te nemen in het verhaal. Er is lang gedacht van en nagedacht over aspecten van hoe kunnen wij eventueel die bevolkingsaangroei op eigen kracht terugdringen. Kunnen wij manieren vinden om de voorplantingscapaciteit van de mensheid terug te dringen? Anticonceptie, denkt men dan. Sommigen hopen dat de coronacrisis zal bijdragen tot de vermindering van de bevolkingsaangroei, maar dat is een utopie. De pest in de middeleeuwen heeft dat gekund, toen dat ongeveer 1/3 van Europa geliquideerd werd door die ziekte, maar dat heeft toch ook niet langer dan 100 jaar geduurd voordat dat verlies eigenlijk teruggecompenseerd was. De coronacrisis zal geen effect hebben op de bevolkingsaangroei. Een deel met dank aan jullie, dus de medische wereld, die succesvol is in het bestrijden van die ziekte. Oorlog trouwens ook. Oorlog is aangetoond dat oorlog zelden of nooit een echt effect kan hebben op de bevolkingsaangroei. Dus daar moeten we niet op rekenen. Sommige mensen denken dan, misschien moeten we naar een systeem zoals het Chinese, een één-kind-politiek. Dus mensen verplichten van maximum 1 kind te krijgen. De Chinezen zijn ervan aan het terugkomen. Omdat het gebleken is na 20 jaar dat er toch wat serieuze problemen komen, namelijk dat heel veel mensen, en zeker op het platteland, als ze een meisje kregen bij geboorte, dat kind liquideerden en wachten tot ze een jongen kregen. Waardoor dat je nu met 7, de generatie van jullie, de studenten, met 7 jongens voor 6 meisjes zit, dat is er 1 te veel. En als er nu 1 parameter is die een groot effect heeft op de rust in de maatschappij, is het gefrustreerde jonge mannen omdat ze niet aan de lief geraken.
Ene man te veel op die schaal van 1 miljard Chinezen per 7 personen, dat is een probleem voor maatschappelijke onrust. Chinese ouders hebben ondertussen trouwens ook begrepen dat ze beter af zijn met een dochter als kind dan met een zoon, als het is om in een oude dag te verzekeren. Want in China moeten ze daar zelf voor instaan, hebben ze niet zo'n sociaal vangnet zoals wij hier bij ons. Dan hebben de vele beter een dochter dan de zoon, want de kans dat die dochter goed voor u gaat zorgen is groter dan de zoon. Dat is bij ons trouwens ook in het geval als je naar die sociologische gegevens kijkt. Die één-kind-politiek, men is daarvan teruggekomen, ook in China zelf. Er is dan nu terug naar 2 kinderen gebracht, terug een beetje een normaler systeem. Er zijn er sommigen die beweren, we moeten dan met, zeker politici, die graag denken dat ze met belastingsincentives hun populatie, hun bevolking kunnen sturen. Dan wordt er soms gezegd van misschien moeten we de kinderbijslag aanpassen. Je krijgt nog kindergeld voor een eerste kleine, voor een tweede kleine krijg je niks meer en vanaf de derde moeten bijbetalen. Dus het op die manier proberen die balans wat in evenwicht te brengen. Maar als ik heb dat voor de knakkers onderzocht met een aantal wetenschappers, ook mensen hier van de KU Leuven, en blijkt dus dat dat alleen maar kan functioneren, zo'n systeem, als de bevolking al zelf klaar is om minder kinderen te krijgen en niet als een incentive om dat proces in gang te zetten. En gelukkig, gasten, is die een incentive bezig. Ja, dat is een heel raar verschijnsel, zeker waar dat biologen een kop over breken, is dat er een proces bezig is dat mensen automatisch minder kinderen krijgen. Mijn grote guru Charles Darwin, een ontdekker van de mechanismen van evolutie door natuurlijke en seksuele selectie. Darwin in de 19e eeuw die had nog 10 kinderen. Dat was toen normaal. In 1970 werden er wereldwijd gemiddeld 5 kinderen per vrouw geboren. Vandaag zijn dat er nog maar 2,3. Dat is Afrika en Azië inbegrepen. Dus het aantal kinderen dat per vrouw geboren wordt, is heel snel aan het zakken naar, bij wijze van spreken, het aangroeiniveau. Je hebt er ongeveer 2,1 nodig om de bevolking in evenwicht te houden. 2,1 kindjes per moeder. We zijn daar heel snel naartoe aan het zakken. Als hier bij ons geen generatie van migranten was die nog een klein beetje in het oudere systeem zit, zou de bevolking van België ongeveer 1,6 kinderen per vrouw hebben. Dat is onder het aangroeiniveau. Er zijn steeds meer landen in de wereld die daaronder duiken. Dus blijkbaar is dat probleem van die overbevolking zichzelf aan het oplossen. Alleen gaat dat nog 100 jaar duren voor het effect daarvan op de populatie zichtbaar gaat zijn. Dus we gaan daar niet echt op kunnen wachten. En de belangrijkste parameter, en dat is een hele rare om te vatten in uw hoofd, en dat illustreert tegelijkertijd hoe belangrijk die cultuur is waar wij mee zitten en hoe dat onze cultuur toch ook zelfs onze basisbiologie onder de mat kan vegen. De belangrijkste parameter om het aantal kinderen in gezinnen onderuit te halen is strijd tegen armoede. Strijd tegen armoede vertaalt zich rechtstreeks in minder kinderen die geboren worden. De strijd tegen armoede gaat dan hand in hand met opvoeding van vrouwen, inbegrepen seksuele opvoeding van vrouwen. Er is al zo'n boutade, het is niet helemaal correct, maar het is een mooie boutade, die zegt per 5 jaar, als je begint te rekenen van de kleuterklas, per 5 jaar dat een vrouw naar school is geweest, gaat er een kleine vanaf, later in haar leven. Het is heel belangrijk, die strijd tegen armoede, als we dus echt willen ook onze impact op de wereld willen aanpakken. Dat is een ingewikkelde grafiek die u hier te zien krijgt. Je moet niet naar die kleine grafiekjes kijken. Dat is een samenvatting van wat men de planetaire versnelling noemt. En de linker 12, die blauwe kantjes, dat zijn wij, de mensheid, en onze effecten, wat wij doen, de wereldbevolking, de bevolking van steden, energieverbruik, binnenlands product, meststoffenverbruik. Je ziet dat dat allemaal exponentiële curves zijn. En die rechte lijn, zwarte rechte lijn, is 1950. Vanaf dan is onze impact op de wereld enorm omhoog gegaan. De rechterkant is dan het effect op de aarde, op de planeet. Dus daarboven koolstofdioxide, het belangrijkste broeikasgas, rechtsboven methaan, een ander broeikasgas, dus beide verantwoordelijk voor die klimaatopwarming, midden de stikstofoxide, die nu in het nieuws is, door haar effecten op onze natuur en ook op de gezondheid van de mensen. Bijna diezelfde exponentiële curves, zwarte lijn, 1950, knip die grafiek in twee, leg die twee delen over elkaar en gezien een perfecte overlap. Wij zijn echt heel systeem naar onze hand aan het zetten. Naar onze hand aan het zetten in de imperatieve betekenis van de term dan. En op dit moment is er een heel stevige discussie bezig onder de wetenschappelijke kringen. Wat mij betreft is die overbodig geworden, want ik denk dat die discussie al beslecht is. Maar geologen die denken nog op een wat langere termijn dan evolutiebiologen. Geologen die zeggen nu van we moeten een ander geologisch tijdperk creëren. Het antropoceen, het door de mens beïnvloede systeem op de aarde.
We zitten nu officieel in het Holoceen. Dat is 13.000 jaar geleden begonnen, na de laatste grote ijstijd. Daarvoor was het Pleistoceen. Dat was 2,6 miljoen jaar heeft dat geduurd. Dus sommigen vinden het wat rap om al iets nieuws te creëren naar geologische normen. Maar het effect van de mens op de leefomgeving is zo gigantisch dat als er pakweg binnen 2 miljoen jaar, als wij er in principe niet meer gaan zijn, aliens hier zouden landen en die gaan geologische boringen doen, als die op dit tijdperk komen, die gaan er niks meer van snappen, want ineens is alles anders. En een hoop dingen die er waren, zijn weg. En een hoop dingen die er niet waren, zoals plastic, cement, asfalt en beton, die lang bewaren, die gaan ze misschien wel nog op een bepaalde manier terugvinden. Dus het Anthropoceen is wat mij betreft een harde realiteit. We zitten daar al in. En dat is dan een grafiek over de temperatuurevolutie en eventuele verwachte temperatuurstelling. Die grafiek is gebaseerd op wetenschappelijke metingen waar ik zelf bij betrokken was. En ik heb een dikke 10 jaar geleden voor Canvas en de Nederlandse VPRO de fameuze reis met een beagle van Charles Darwin over kunnen doen, naar aanleiding van het 200ste verjaardag van Darwins geboortejaar. Wij zijn toen in de Indische Oceaan op een koraaleiland geweest, waar Darwin ook was geweest. En aan de hand van analyse van de chemie van die koraalskeletjes heeft men kunnen terugberekenen hoe de temperatuur daar was geëvolueerd. En de ononderbroken rode lijn zijn de metingen. Men heeft dus kunnen terugberekenen tot in de tijd dat Darwin daar was. En uit die feiten blijkt dat het zeewater vandaag de dag op dat fameuze eiland, Cocos Keeling heet dat voor de eventueel geïnteresseerden, 2 graden Celsius warmer is dan in de tijd van Charles Darwin. Klimaatopwarming gemeten met onbediscussieerbare wetenschappelijke gegevens. En wat dat wetenschappers dan graag doen, is er een projectie op maken, modellen op loslaten, wiskunde op loslaten en kijken van hoe gaat die curve verder evolueren. En dan zie je die dus toenemen tot ongeveer een stijging van 5 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau tegen het einde van de eeuw. We zitten op dit moment aan een stijging van 1,2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau, wereldwijd. Bij ons is dat al wat hoger. Wij zitten al rond de 2 en een beetje meer waarschijnlijk. In het Arctische gebied is dat al 3, dus het varieert een beetje van waar dat je zit. Maar die stijging is een feit. Klimaatakkoorden van Parijs zeggen dat we moeten proberen onder de 1,5 graad te blijven. Vergeet het. Dat raken we nooit. Dat halen we nooit. We zitten er nu al bijna. Zelfs 2 graden Celsius is denk ik al een utopie. De meeste wetenschappers gaan uit van 3 graden Celsius moet nog haalbaar zijn. Alleen is het punt, hè, misschien... En dat is zo een van die heel moeilijke debatten in die discussie. Als je je dan begint af te vragen van oké, goed, wat is het verschil? Vanaf 4 graden Celsius en zeker 5 graden Celsius komt men volgens de wetenschappelijke modellen in een compleet andere atmosferische context, waar dat 1 groot verschil is ten opzichte van nu, namelijk als je boven de 5 graden Celsius opwarming zit, kun je niet meer terug. Want dan verandert alles op zo'n manier dat de weg terug wordt afgesloten. Als je met 3 zit, kun je eventueel door maatregelen, dus nog teruggaan naar 2, naar 1, dan is die weg terug nog mogelijk. Dus we moeten absoluut vermijden dat we nog met veel grotere temperatuurstijgingen blijven zitten. En dan probeert men dat te modelleren over hoe dat de mensheid gaat beïnvloeden. Onlangs een studie in een ander vakblad, Proceedings of the National Academy of Sciences, waarin werd aangetoond dat binnen 50 jaar een derde van de mensheid zal leven in temperaturen die nu alleen gemeten worden in de Sahara. 1,5 miljard mensen zullen dan leven in een niche die eigenlijk veel te warm is om goed te zijn voor mensen. Dus je kunt het zo op die manier kunnen die temperatuurstijging vertalen en naar effecten op de mens. Sorry voor het wat slechte plaatje, want ik heb het met mijn gsm uit de Science moeten trekken. Maar er is een analyse uit Science van een tijdje geleden waarin dat men beschreven heeft van wat is de effecten van die overtollige warmte eigenlijk op het menselijk lichaam. Ik veronderstel dat sommige van de sprekers, de artsen die later aan het woord zullen komen, daar wat verder op in zullen gaan. Maar het effect is dan dat je krijgt die temperatuursensoren in je lichaam die zeggen van het wordt te warm. En die vertalen dat dan signalen in de hersenen. En de hersenen laten je lichaam zweten en laten je hart harder werken. Maar als het te warm wordt, wordt bijvoorbeeld het hart overbelast en kan dat dus ineens beginnen sputteren, waardoor je enorm in de problemen gaat kunnen komen. En dat is allang geen fictie meer of geen voorspelling voor de toekomst meer, die realiteit. Ook de aarde zelf is koortsig aan het worden, letterlijk koortsig aan het worden. Een paar maanden geleden publiceerde Science Advances, ook nog eens een van die mooie vakbladen die regelmatig intrigerende studies publiceren, over metingen van wat men de natte boltemperatuur noemt. En de natte boltemperatuur is een combinatie van de meting van de temperatuur en de luchtvochtigheid. Als de luchtvochtigheid hoger is en het wordt warm, is het veel moeilijker om door zweten uw temperatuur op peil te houden.
Men gaat er dan vanuit dat vanaf een natte boltemperatuur van 35 graden Celsius het leven onleefbaar wordt voor de mens. Dus een voorbeeld, in 2003 werd Europa getroffen door een hittegolf. Waarschijnlijk al een beetje met de klimaatopwarming te maken zal hebben, maar men weet dat nog niet heel goed. Misschien was dat gewoon een aberratie van de weersystemen. Maar in ieder geval heeft die hittegolf toen in Parijs, de stad Parijs, op 1 week tijd 12.000 vooral oudere hittedoden veroorzaakt, omdat je natte boltemperatuur. Dus het was toen 28 graden in Parijs blijkbaar. En dat heeft dus voor problemen gezorgd voor mensen. En de studie in Science Advances meldde dat er voor de eerste keer een natte boltemperatuur op de aarde gemeten was die hoger lag dan 35 graden Celsius. Zowel in Pakistan als in de Verenigde Arabische Emiraten. Maar men veronderstelt dat in Mexico en bepaalde regio's van de Verenigde Staten of in India, dat men daar ook al hogere natte boltemperaturen zou kunnen halen, wat dat dus voor echte serieuze problemen kan leiden. Ook het aantal dagen die te heet zijn voor de mensheid in de Verenigde Staten gaat verdubbelen tegen 2050 en verdriedubbelen tegen 2100. Letterlijk te heet, dus niet gewoon warmer dan vandaag, te heet. Dus ook daar zitten we met een serieuze problematiek. En het punt is dat die dramatische consequenties van die klimaatopwarming allemaal sneller worden gerealiseerd dan de allereerste modellen van de klimaatopwarming van het Internationaal Panel voor de Climate Change en van de Verenigde Naties hadden voorspeld. De worst case scenario, gasten, de worst case scenario's zijn stilletjes aan de realiteit ontworden. Wat men vroeger als een extreem voorstelde, is vandaag de dag iets dat stilletjes aan realiteit wordt. Die natte boltemperaturen zijn decennia eerder geregistreerd dan men volgens de eerdere metingen had verwacht. Dat heeft dan ook een aantal andere consequenties waar ik niet te veel aandacht aan ga besteden. De zeespiegel gaat stijgen. Dat is al bezig, dat proces, weliswaar langzaam. Dat is een modelletje met op basis van gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij van hoe de zeespiegel in Vlaanderen gaat evolueren als de temperatuur 2 graden Celsius warmer is, wordt dat op aardeniveau dan, niet alleen in België-niveau, maar op aardeniveau. Het is een model, men weet het niet precies, dus je ziet daar links Oostende liggen. Het Leuven staat er net op. Jullie zitten safe hier in Leuven, maar je kunt wel in Mechelen aan het strand gaan liggen. Daar vlakbij Oostende is het Middelkerken van Jean-Marie de Dekker, een van de grootste, mondigste ontkenners van het feit dat de klimaatopwarming een probleem zal geven. Burgemeester van een kustgemeente die tegen dan onder water zal verdwenen zijn. En N-VA stond ook altijd zo'n beetje op de rem in zaken die klimaatopwarming. Ik heb tegen Bart de Wever en Zoal de Mier al eens gezegd van dat ze misschien toch wat beter vriendschappelijke relaties met Wallonië blijven onderhouden, omdat de kans reëel is dat een hele hoop Vlamingen naar Wallonië zullen moeten verhuizen als ze er niet in slagen die klimaatopwarming onder controle te kunnen krijgen. En voor ons gaat dat nog lukken, maar in een hele hoop plaatsen in de wereld, veel mensen hebben de neiging van zich in een kuststreek te vestigen, ook veel armere mensen. Veel plaatsen in de wereld gaan massa's mensen in de problemen komen als gevolg van die zeespiegelstijging. Amazonewoud. Amazonewoud zou een fantastische buffer kunnen zijn tegen verdere klimaatopwarming. Omdat planten CO2 uit de lucht plukken en omzetten in energie voor zichzelf en dan vastleggen, zolang dat ze niet gekapt worden. Alleen wordt dat regenwoud nog altijd, ondanks aanmaningen van de internationale gemeenschap om het niet te doen, op steeds grotere schaal gekapt. En als gevolg dat wetenschappers, ook Belgische wetenschappers, model van het Afrika Museum in Tervuren onder meer, modellen hebben gemaakt die zeggen dat het Amazonewoud vanaf 2032, dat is binnen 10 jaar, een bron van koolstof zal worden in de plaats van een opslagplaats van koolstof. Gewoon door de onderdachte manier waarop men dat woud blijft kappen. In Nature Sustainability verscheen 2 weken geleden nog een studie die aantoonde dat men in de Amazone, als een gevolg van die aanslag op het regenwoud ondertussen en andere milieueffecten ondertussen, sterke stijging in het aantal premature geboortes heeft van mensen die blijkbaar niet meer langer om kunnen met die effecten van die klimaatopwarming op hun eigen leefomgeving. Een paar kleine details over de effecten, of wat wij zelf kunnen doen. Vliegen, gasten. Ik weet, het is ambetant. Ik ben 64, ik heb heel de wereld afgereisd, dus ik heb gemakkelijk spreken. Maar vliegen is echt het slechtste wat je kunt doen als je je ecologische voetafdruk bescheiden wilt houden. Ik zeg niet dat ik niet mag. Het is belangrijk dat je de wereld verkent en andere culturen leert kennen. Maar voor 30 euro naar Ibiza vliegen om te gaan fuiven, dat zou ik nu toch niet doen. En men hoopt dat er technologie op komst is om die vliegtuigen dus klimaatvriendelijk te maken. Er is zo'n concept dat heet ionenwind vliegen.
Vraag me niet om het technisch uit te leggen, want ik snap het niet goed. Maar dat ionenwind, dat is een compleet ander concept waar dat geen enkele fossiele brandstof voor nodig is. Alleen het prototype dat men gemaakt heeft, is op dit moment... Het weegt lichter dan een doorsnee handbagage van een klassieke reiziger. Heeft ene keer 8 meter ver kunnen vliegen op een halve meter hoog. Dus we zijn er nog niet. We zijn er nog niet. Dat is met een aantal van die technologieën zo. We zijn er ook niet. Verkeer ook. Elektrificatie van de voertuigen, dat is goed. Er zijn op dit moment heel veel meer wagens die elektrisch rijden dan vroeger. Alleen, vorige week, Nature Sustainability, dat is een fantastisch vakblad, als je wilt op de hoogte blijven van de wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de mensen op de wereld. Het effect van de elektrificatie wordt op dit moment nog altijd gecompenseerd door de stijging in de verkoop van de SUV's. De zware wagens die men op de baan stuurt, omdat mensen zich daar comfortabeler in voelen. Vee, geen rood vlees eten, is het beste wat je kunt doen op persoon, na vliegen, om dus uw ecologische voetafdruk naar beneden te houden. 15% van de klimaatopwarming globaal zou afkomstig zijn van de veeteelt. Daar zijn mooie initiatieven op komst. Er is zoiets dat heet kweekvlees. Dat is zo'n wetenschappelijke uitvinding waarvan ik denk, dat ga ik nog meemaken, dat echt op de markt gaat zijn en heel het systeem gaat omgooien. Dat vlees dat je als een soort, zoals dat je brood bakt en bier brouwt in een soort fermentator op basis van stamcellen, gaat kunnen omzetten in je eigen biefstuk zonder dat je daarvoor naar de beenhouwer moet. Dat zou impliceren, vandaag zijn er 1,5 miljard koeien in de wereld om onze vleesindustrie te voeden. Dan zou er nog maar ongeveer 30.000 nodig zijn als leveranciers voor af en toe stamcellen die je dan extra kunt kweken. Zo'n gigantisch effect hebben op de klimaatopwarming en op onze leefomgeving in het algemeen. Zijn eigen maatregelen ook, ze kunnen een rol spelen. Dus doe eens een trui extra aan in plaats van altijd maar te blijven stoken. Dat zijn dus belangrijke elementen. Alleen gaat dat niet genoeg zijn. Dat wordt ondertussen ook duidelijk uit de studies. Je gaat er met die individuele gedragsaanpassingen niet komen als je een substantiële greep wilt hebben op die klimaatopwarming en op haar effecten op onder meer de gezondheid van de mensheid. Je gaat die technologie nodig hebben. Ik heb onlangs het geluk gehad, dat is een shotje van mijn eigen pc genomen, ik heb voor de knak Bill Gates eens kunnen interviewen. Dat een heel zenuwachtig makende bedoeling was, vooral. Ik woon in zo'n gammel boerderij waar de elektriciteit af en toe eens uitvalt. Ik was doodsbang dat dat zou gebeuren op het moment dat ik de Bill online had. Dus op mijn scherm. Heeft gelukkig stand gehouden. En hij is dan iemand die echt zo gelooft in dat technologisch vooruitgangsoptimisme. Met nieuwe kerncentrales gaan we er komen. Met nieuwe methodes om CO2 actief uit de lucht te halen gaan we er komen. Dus in combinatie, hij zegt ook wel dat belangrijk is, die individuele gedragsaanpassing, al was het alleen maar als signaal naar de maatschappij dat het zo niet verder kan. Dat we dus rekening moeten houden met die consequenties, maar dat we tegelijkertijd moeten blijven inzetten op die zware technologische innovaties, omdat we het anders niet gaan halen. Dus 1, klimaatopwarming is een feit. 2, de worst case scenario's worden stilletjes aan realiteit. 3, we moeten daar dus dringend op ingrijpen als we daar nog iets aan willen doen, zowel door gedragsaanpassing als door technologische innovaties, want anders 4, gaan we dus met een gigantische explosie van aan het klimaat gekoppelde gezondheidsproblemen te maken krijgen, ook in onze medisch goed uitgeruste maatschappij. Het is geen mooie boodschap dat ik breng. Helaas, de realiteit is mee aan jullie toekomstige artsen en specialisten om te proberen daarop. Bedankt voor de tijd om hier te mogen spreken en succes met de verdere dag en de verdere studies. Dankjewel, Dirk Drouwlands, voor uw presentatie. We hebben ondertussen ook opgemerkt dat de YouTube-comments niet aanstaan. Dat gaan we tijdens de pauze in orde brengen met een nieuwe YouTube-link dat op de website en op Facebook komt. Dus onze volgende spreker is toxicoloog Peter Hoed. Zijn focus ligt op cardiopulmonale en immunologische effecten van geïnhaleerde partikels en de epigenetische impact van nanomaterialen. Het zijn veel moeilijke woorden, maar ik ben er zeker van dat hij dit allemaal heel helder gaat uitleggen. Meer bepaald in de context van hitteeilanden en luchtkwaliteit. Goedemorgen allemaal.
Ik ga trachten meer inzicht te geven in klimaatveranderingen en gezondheidseffecten gerelateerd meer aan warmte-eilanden. Ik ga kort niet inleiden, trachten uit te leggen wat warmte-eilanden zijn. Ook daaraan de relatie leggen tussen warmte en gezondheid. En ik had er eigenlijk een vraagteken bij gezet. Remediation, dus kunnen we dit eventueel op een of andere manier, die warmte-eilanden, voor een stuk oplossen naar een gezondere leefomgeving. En dus eerst achtergrond. En heel wat zaken zijn al aangeraakt door de vorige spreker. En er zijn wel meerdere zaken die al aangeraakt zijn door de vorige spreker in mijn praatje, maar dat is normaal, denk ik. Maar dus als we kijken naar... Ik heb trachten hier een pointer. Dat is misschien wat duidelijker. Hè. Als we kijken naar klimaatveranderingen en de impact op humane gezondheid, ga ik mij in dit praatje dus voornamelijk focussen op warmte. En die impact... van het klimaat op onze gezondheid. Uiteraard spelen daar verschillende factoren een rol. En een eerste factor is uiteraard onze sociale infrastructuur en hoe directe blootstelling aan klimaatveranderingen, zoals bijvoorbeeld die warmte, indirecte blootstellingen gerelateerd aan die warmte, bijvoorbeeld een toename van luchtverontreiniging of ook via sociale en economische issues, hoe bijvoorbeeld we omgaan met periodes van extreme warmte. Ja. En hoe de impact van het klimaat zal zijn op gezondheid. Uiteraard speelt daar ook onze capaciteit tot aanpassing een heel belangrijke rol. Hoe is ons gezondheidssysteem capabel om tijdens periodes van extreme warmte mensen op te vangen? Wordt dat systeem overbelast, ja of nee? En dat is ook een issue dat we nu recentelijk veel gehoord hebben. Zijn er systemen in onze maatschappij dat mensen op de hoogte brengen en inlichten hoe ze kunnen omgaan met periodes van warmte enzovoort? En uiteraard speelden er nog andere zaken. De omgeving zelf. Waar is een locatie waar je woont? Want het lokale klimaat, de hoogte enzovoort, maar ook de ondergrond spelen allemaal een rol in uiteindelijk die lokale opwarming. Ik wil, en het is ook eventjes aangehaald door de vorige spreker, toch ook eventjes iets zeggen over kwetsbaarheid. Want ik denk dat het heel belangrijk is om dat altijd mee te nemen als we spreken over klimaatveranderingen. Klimaatverandering en daaraan gelinkte gezondheidseffecten zijn uiteraard terug te brengen op de blootstelling aan die klimaatveranderingen. Onze gevoeligheid ten opzichte van die effecten op ons lichaam. Hebben we reeds een bepaalde ziekte, bijvoorbeeld cardiovasculaire ziektes, dat we meer gevoelig zijn aan, als ik het hier in dit stukje heb over warmte. En dus onze gevoeligheid speelt daar zeker een rol. En ook de capaciteit te bezitten om eventueel ons aan te passen aan die klimaatveranderingen. Heb ik een airco thuis, dan kan ik misschien wel tijdens warme periodes in een koelere omgeving functioneren. Dus het idee dat iedereen uiteindelijk blootgesteld is aan klimaatveranderingen is waar. Maar hoe kwetsbaar we daarvoor zijn, is zeer verschillend. En dat is toch iets dat we altijd moeten blijven meenemen.
En ik heb er hier gewoon enkele zaken opgelijst. Waar leven we exact? Daarstraks heeft mijn voorganger gezegd van ja, we kunnen in een kustgebied wonen en als er een stijging is in het zeewaterniveau, dan komt zo'n kustgebied onder druk te staan. En dus er gaat een groot verschil zijn in kwetsbaarheid naar klimaatveranderingen afhankelijk je woonplaats, maar ook afhankelijk van onderliggende ziekte, of je nu jongere bent of een oudere die misschien meer gevoelig is, maar ook het inkomen, dus de sociale status, bepaalt voor een groot stuk, misschien in België minder, maar zeker wereldwijd, hoe we toegang hebben tot gezondheidszorg, maar ook op een juiste manier ingelicht zijn. Dus opleidingsniveau speelt zeker een rol. En je persoonlijke rijkdom of de rijkdom van een regio bepaalt ook na bijvoorbeeld een ramp die gebeurt door of gerelateerd aan klimaatveranderingen, overstromingen enzovoort, hoe we eigenlijk onze infrastructuur terug kunnen opbouwen. Dus kwetsbaarheid is zeker een belangrijk punt in deze. Dat wou ik toch even meegeven in deze inleiding. En dat komt straks, denk ik, bij andere sprekers wel terug. En dan, waar ik het dan specifiek wou over hebben, of wil over hebben, zijn de warmte-eilanden. En dit zijn figuren die reeds door de vorige spreker zijn getoond, of toch data die getoond zijn. Is er effectief een opwarming van onze aarde? En het antwoord daar is duidelijk ja. Als we kijken naar de globale maximale temperaturen gemiddeld per jaar, en dat is dan een lijn getrokken vanaf 1980 tot 2015, dan zien we dat die gemiddelde maxima temperaturen jaarlijks uiteraard zeer sterk variëren, maar we zien duidelijk een shift van ergens om en bij de -0,2, want de referentie is hier gelegd ergens rond 1990. En we zien dat de temperatuur nu gemiddeld ergens toch 0,5 graden hoger is dan 50, 60 jaar terug. Hetzelfde voor Europa. De verschillen zijn iets groter als het niet op globale niveau is. En als we kijken naar België, zien we hier ook die gemiddelde temperaturen vanaf de start van de metingen in België tot nu. Referentie ligt hier rond 1960, 1990. En dan zien we eigenlijk dat we al kunnen spreken van om en bij 2 graden verschil ten opzichte van de start van de metingen in 1890. Dus ja, er is een opwarming van onze aarde en het is effectief heel duidelijk meetbaar. En dan komen we bij de warmte-eilanden. Want als we het spreken over een temperatuurstijging algemeen, en als er dan zoiets is als warmte-eilanden, wordt dat probleem misschien wel effectief groter. Dus wat is een warmte-eiland? Dat is een geurbaniseerde regio waarin de temperaturen duidelijk hoger zijn dan in omliggende regio's. En dan heb ik hier eventjes een vraag. En ik zie dat hier geen link is gelegd met mijn poll everywhere. Dat is wel, ik dacht dat het daar wel op stond. Dus het gaat niet lukken, vrees ik. Dat is denk ik op Peter. Wacht, ik dacht dat het hier op stond. Nee. Poll everywhere. Nee, de referentie is hier uitgehaald. Ja, sorry. Want ik wou eigenlijk gewoon vragen. Hoe hoog schat u dan het verschil in tussen platteland en een stad, de temperatuurverschillen? Er is misgelopen, sorry. Dus jullie kunnen niet pollen, want jullie hebben de juiste link niet. En ik heb hem hier ook niet bij me. Dus dan gaan we maar zo verder, spijtig. Dus men definieert een warmte-eiland ongeveer als een verschil van dagtemperaturen, 5 graden verschil, platteland, stedelijk, gewest.
en 4 graden 's nachts. En dan ziet u hier een kaartje van de temperaturen, maximale temperaturen gedurende 20 jaar gemeten in Antwerpen. 1985-2005. Dan ziet u effectief een temperatuurverschil van om en bij de 4, 5 graden stad, centrum Antwerpen tegenover het omliggende land. Uit een publicatie van een Europese publicatie, een extract van een tabel waar kleine verschillen gemeten worden in sommige steden in Europa. Maar je ziet ook dat steden zoals Londen, daar meet men hitte-eilandverschillen, centrumstad ten opzichte van het platteland van 10, 12 graden. Dus dat zijn enorm grote verschillen. En hoe komt dat nu, dat die verschillen zo sterk zijn? Ja, het is door eigenlijk de impact van de stad en het verwijderen van de natuurlijke omgeving, de begroeiing enzovoort, dat we eigenlijk we zien hier een temperatuurlijn getekend boven verschillende variabelen van het landschap. En als dat een ruraal gebied is met veel vegetatie, is die temperatuur lager. Als er meer bewoning komt, meer stenen eigenlijk, over het algemeen meer beton, dan zien we dat die temperatuur stijgt. En in heel drukke centra stijgt die temperatuur nog een heel stuk verder. Dus het heeft te maken met de hoeveelheid vegetatie en de hoeveelheid beton, bestrating enzovoort. En het zijn dus die materialen die een rol spelen voor een stuk, maar ook wel hoe deze stad, en ik heb daar niet direct een heel goed fotootje van gevonden, hoe deze stad is opgebouwd geometrisch. Zijn de straten breed of nauw? Zijn de pleinen beschaduwd of niet? Enzovoort. Is er hier en daar toch wel wat vegetatie? Maakt veel of toen niet de eiland een hoog verschil is met de daarbuitenliggende omgeving of iets minder. En uiteraard ook de humane activiteit in die stad maakt een verschil. Zijn daar veel airco's aanwezig? Is daar heel veel druk verkeer? Maar ook uiteraard de ligging van die stad maakt een verschil. Of die op een zuidelijke helling ligt of net niet, zal maken of het hitte-eilandeffect iets kleiner of groter is. En het is ook een soort van vicieuze cirkel. Want als je dus zo'n stad hebt die sterk opwarmt, maakt dan vaak ook dat er een hogere consumptie van energie is. Ik heb ergens in een artikel gelezen dat tijdens warme dagen de energieconsumptie voor airco's in zo'n steden tot 10% kan stijgen. 10% meer energie gebruikt. Dus dat wil ook zeggen dat er vaak lokaal meer broeikasgassen worden geproduceerd. Dat heeft dan niet direct een effect op het lokale klimaat op dat moment, maar het is dan ook op de lange duur wel een effect. Maar ook, er is veel emissie van polluerende gassen en fijn stof. En water, hemelwater dat valt, zal in zo'n stad veel meer opwarmen, geeft vaak een heel slechte kwaliteit in het lokale oppervlaktewater. En doordat de temperatuur hoger is, komt er ook een hogere luchtvochtigheid. Dus dat versterkt eigenlijk de pollutie en tegelijkertijd de luchtvochtigheid en de gevoelstemperatuur. En dat heeft dus een effect op het gezondheid en op het comfort van de mensen die daar wonen. En dus hitte-eilanden hebben zeker een belangrijk effect. Ik ga dat trachten iets meer in detail uit te leggen. Wat is nu dan het effect van warmte? Het is eigenlijk door de vorige spreker voor een stuk uitgelegd. Als we de natte boltemperatuur bekijken en de temperaturen waarbij we goed kunnen functioneren, ons comfortabel voelen, en hier in deze curve is dat uitgezet tegenover onze productiviteit, dan zie je dat wanneer je bureauwerk doet, je ongeveer een energieverzet van 200 watt. En dat kan je nog doen bij om en bij de 30 graden. Maar iemand die zware arbeid doet, die verbruikt 500 watt, genereert dus veel meer warmte.
en kan eigenlijk maar functioneren maximaal om en bij de 25, 26 graden. Maar wat heel opvallend is, is dat al die curves, als we kijken naar een verhoging van de temperatuur, dat al die curves zeer parallel lopen. En als de temperatuur maar stijgt met 2 graden, dan kan je maar functioneren op 50% van je capaciteit. En dus tijdens effectieve warmtegolven wordt het heel moeilijk om goed te functioneren. Dit is natuurlijk productiviteit, maar ook in het gewone dagelijkse activiteiten heeft dit een repercussie. Denk maar aan, ja, we denken vaak aan gezondheid en we moeten gaan sporten enzovoort. Gaan sporten in heel warm weer is ook quasi onmogelijk, omdat het gewoon te warm is om te kunnen functioneren. En dat heeft dan ook weer een negatief effect op onze gezondheid. En dit is dan uitgezet op een kaart, een wereldkaart, waar dus dan regio's, waar natuurlijk het risico op die hoge temperaturen hoog is, niet zozeer in Europa. Maar ik wil u er toch op wijzen dat tijdens warmtegolven bij ons, en zeker dan in steden waar die hitte-eilanden effectief aanwezig zijn, waar de temperatuur eigenlijk nog een 5 à 10 graden hoger ligt dan op het platteland, is die temperatuur toch wel vaak, of die natte boltemperatuur, vaak ergens rond 25, 30 en zelfs hogere temperaturen. Dus temperatuur speelt duidelijk een rol op ons functioneren. En als we kijken naar dagelijkse sterftecijfers en temperatuur, dit is uit de Lancet paper ergens genomen, temperatuur gemiddeld wereldwijd loopt van hoog naar laag en er zijn niet echt duidelijke cijfers opgekleefd, maar u ziet dat er ergens een optimum is, waar er minder sterfte is, ergens om en bij de 17 graden, denk ik. En als het warmer is, sterven er veel meer mensen. En als het kouder is, sterven er meer mensen. En men schat dat er dus een shift is, zoals die nu aan de kunnen vaststellen in climate change, is dat de minimale temperatuur wat hoger zal zijn en dat de maximale temperatuur een heel stuk hoger zal zijn. En dus er wordt ook wel verwacht dat er een zekere aanpassing is. En je ziet dat ook. Als je sterftecijfers bekijkt voor verschillende landen in Europa, van noord naar zuid, dan is de gevoeligheid, is dat knikpunt dat je hier ziet, schuift een beetje op afhankelijk van de of je nu noordelijk of zuidelijk gelegen bent. Waarschijnlijk door een deel van een aanpassing aan die warmte. Maar het is duidelijk dat er dus minder mensen gaan sterven door koude gerelateerde issues en duidelijk heel wat meer mensen zullen sterven door warmte gerelateerde issues. En als we dat naar onze Belgische context brengen, ik heb hier temperaturen, dagtemperaturen voor de maand juli uitgezet over verschillende jaren tegenover de dagelijkse sterfte op die dagen. En dan zie je, dat zijn zowat normaalwaarden. En mijn lijnen zijn wel wat dik getrokken, maar om een idee te krijgen waar de normaalwaarden liggen, dan zie je dat heel duidelijk hittegolven in juli in twee jaren, 2010, 2015, daar duidelijk bovenuit steken. En dat we dus waarschijnlijk dat de sterftes die we daar zien toch voor een groot deel warmte gerelateerd zijn. Of oversterfte. Oversterfte die warmte gerelateerd is. En als we dat projecteren op de sterftecijfers van 2020, dan zie je, ik heb dit genomen uit de Euromono-gegevens, zowel voor alle leeftijden als plus 65-jarigen, 45, 64-jarigen, 15, 44-jarigen. En dan zie je, duidelijk de golven van COVID, SARS, die een hele grote oversterfte geven, want aangeduid hier in het oranje is een lijn waarboven eigenlijk er duidelijk oversterfte is. Normaalwaardes
zijn weergegeven in het lichtblauw. En dan zie je duidelijk dat de oudere populatie een hoge oversterfte heeft in die COVID. Maar ook tijdens de hittegolf in augustus, want dit zijn per week gemiddelde, dat de hittegolf in augustus ook duidelijk een grote oversterfte geeft. Voornamelijk bij ouderen, maar ook net nog bij de iets jongere generatie en eigenlijk veel minder voor hitte bij die populatie 15-44-jarigen. Dus dat is duidelijk een verschil in gevoeligheid bij een oudere populatie. Dit zijn gegevens vanuit een studie, en zowat eigenlijk de eerste grote studie die ik gevonden heb, naar warmtegerelateerde, een warmtegolf in Chicago in 1995. Je vindt dat eigenlijk, daar vind je heel veel gegevens over. En ook hier heeft men temperatuur weergegeven ten opzichte van de dagen van die hittegolf. Het heeft ook relatief lang geduurd. En de gemiddelde of de totale oversterfte in het donkergeel hier. En dan zie je de donkerokere lijn geeft aan de sterfte door cardiovasculair gerelateerde doden. Dan zie je dus ook hier dat die extra sterfte voor een groot deel kan verklaard worden door cardiovasculaire oversterfte. Hoe is dat dan in, als we dat projecteren naar België toe? Daar heb ik een studie gevonden waarbij men ook oversterfte heeft, of sterfte per dag heeft samengebracht, gerelateerd aan de temperatuur en tot 3 dagen terug gekeken, wat was de temperatuur 3 dagen terug voor de sterfte. En zowel voor Antwerpen als voor Brussel heeft men die gegevens uitgezet. Eerst eventjes de gegevens voor Antwerpen. En dan zie je, zoals straks die grafiek die ik heb getoond voor van de Lancet paper, dan zie je die... en het is een beetje een bizarre curve, omdat ze niet oploopt naar meer koude temperaturen toe voor Antwerpen. Maar heel duidelijk een kniekpunt, hier ergens, waarbij er eigenlijk een veel grotere dagelijkse sterfte is bij hogere temperaturen. Als we de cijfers bekijken, dan zien we dat het kniekpunt om en bij de 25 graden ligt en dat men die curve beschrijft, men eigenlijk een 5% stijging ziet van de dagelijkse mortaliteit per temperatuurverhoging, per graadverhoging. Dus bij 26 graden, 5% meer, bij 27 graden, 2%, 10% meer, enzovoort. Voor Brussel ligt de curve iets anders en iets meer zoals wij ze eigenlijk verwachten. Met een kniekpunt om en bij de 23 graden. De stijging is iets minder spectaculair, misschien te noemen. Per graad Celsius zien we een stijging van dagelijkse sterfte van 3,1%. En als we dat op een grotere schaal bezien, in een Europese studie waarbij men verschillende hittegolven heeft bekeken in verschillende grote steden gedurende een 7-8 jaren tijd, dan zien we dat er een duidelijke toename is van de sterfte en dat die toename van de dagelijkse sterfte tijdens die hittegolven ook zeer sterk leeftijdsafhankelijk is. Dus de jongere generatie is dat nog altijd wel een 10% stijging of iets meer, maar dat bij de populatie 85 plus zitten we al boven de 25% stijging. En ik heb daar straks gezegd, in die hitte-eilanden is ook gerelateerd aan meer vervuiling, meer uitstoot, doordat we meer energie gaan produceren. Ik heb getracht om hier de kaart van Antwerpen en ik heb dan gegevens van Iercel een beetje uitvergroot vanuit de kaart van België. Het komt niet perfect overeen, maar het geeft u een idee van... Kijk, we hebben temperatuur, hier het centrum van Antwerpen. We hebben hier de grote ring van Antwerpen, waar we veel...
carbon black, dus fijnstof, echt de roetfractie eigenlijk van het fijnstof bezien. Maar dat is echt duidelijk geassocieerd grotendeels met de wegen. Het is niet effectief homogeel verdeeld zoals de temperatuur. En ook als we kijken naar stikstofdioxides, duidelijk ook gelinkt aan verkeer, maar toch wel wat meer verspreid over het grondgebied van Antwerpen. Als we kijken naar de Belgische sterftecijfers, weerom voor 2020, duidelijk de twee covid-golven die een oversterfte geven, maar ook, als we kijken naar hier, een temperatuurverhoging in augustus, zien we ook hier die verhoging in sterfte. En gelinkt aan pollutie, die temperatuurverhoging die gaat hier voornamelijk hand in hand met een heel hoge overshoot in ozonblootstelling. En dus is er waarschijnlijk een link tussen warmte, pollutie en die oversterfte. Ik heb dat hier trachten. Denk terug aan slides van enkele stappen terug, waarbij ik die oversterfte heb getoond in die verschillende Europese steden over enkele jaren. Gemiddeld. En de grote oversterfte zonder correctie had weergegeven. Als men echter corrigeert voor luchtverontreiniging, verschillende factoren, maar ik heb hier enkel ozon en fijnstof, PM10, getoond, dan zie je dat er duidelijk een aandeel is in die oversterfte. Dat die oversterfte die we hier zonder correctie zagen, die hoog was, maar een stuk lager wordt geschat als het... Dan schatten we enkel maar de oversterfte door warmte in en het verschil dat gemaakt wordt door bijvoorbeeld fijnstof en ozon zit om en bij de 25% voor elk. Kunnen we nu iets doen ten opzichte van die warmte-eilanden? Want we hebben natuurlijk onze populatie, we hebben een zekere... verdichting nodig van ons wonen. En ik heb straks gezegd, als er 70 miljard mensen zouden moeten wonen, mogen we niet heel onze planeet vol stad bouwen. We moeten ook nog groen overhouden, zeker. Dus hoe kunnen we dat ergens gaan doen? We moeten dus trachten te gaan inspelen op de factoren die maken dat er hitte-eilanden zijn en trachten dat te vermijden. En een studie die hier tracht een klein beetje de rol van groen in de stad tracht uit te lichten, zit een beetje in deze publicatie, waarbij men gaan kijken is naar, want mensen sterven grotendeels tijdens die tijden van grote warmte door cardiovasculaire problemen. Dus men is hier gaan kijken naar groene species in steden of rondom steden en het gebruik van cardiovasculaire medicatie in België. Het is geen perfecte studie, want het is een ecologische studie en de matching met de gebieden is niet altijd goed of zoals de wetenschappers het eigenlijk zouden willen, maar het geeft ons wel een idee. Hè. Dus en men heeft hier ook de gevoeligheid een beetje willen bestuderen. Hè. Dus mensen die wat lager staan op de socio-economische ladder, werklozen, immigranten enzovoort, die hebben duidelijk meer consumptie van deze medicatie, positieve associatie. Als we dat gaan linken aan luchtverontreiniging, dan zien we dat luchtverontreiniging duidelijk een positief effect heeft op de gezondheid van deze mensen, meer dan andere mensen in een stad. En als we dan gaan kijken naar... Is er ergens een parkje aanwezig dichtbij de woonplaats van deze personen of net aan de rand van die stad enzovoort? Dan zien we dat groene ruimte duidelijk een positief effect hebben op luchtverontreiniging, dus verminderde luchtverontreiniging. Groene ruimte in het algemeen hebben een positief effect op het minder gebruik van die medicatie, maar we zien dat eigenlijk net niet bij die meer gevoelige mensen. Die hebben minder
baat, of misschien wel baat, maar hebben, ondervinden minder het positieve effect van die groene ruimte. Maar ik zeg het, die studie was niet helemaal perfect, want we zien hier ook bijvoorbeeld een negatief effect van luchtverontreiniging op de consumptie in het algemeen. En dat heeft te maken met het type studie dat hij heeft uitgevoerd. Een andere studie die daar toch ook een klein beetje een licht op werpt en dat we niet zomaar enkele bomen in de stad moeten plaatsen om eigenlijk dat probleem op te lossen, is hier een studie die uitgevoerd is in New York City, waarbij dus regio's van de stad die aan opwaardering of waar duidelijk opwaardering van verloederde wijken bezig is, we noemen dat gentrificatie, en de groene ruimtes daarin. En dan zie je dat groene ruimtes over het algemeen hebben een positief effect op gezondheid van de mensen die daar wonen. Is dat dan enkel maar het hitte-effect, of is dat ook ja, omdat de mensen dan meer kunnen sporten, meer kunnen buiten zijn, hun vrije tijd daar beter kunnen doorbrengen dan enkel binnenshuis. Maar vreemd, het heeft enkel maar dat positieve effect als men leeft in zo'n opgewaardeerde of opwaarderende regio. Dus niet voor iedereen hetzelfde, die invloed van groene ruimtes. En nog eigenlijk een stapje verder. Als we kijken binnen zo'n gentrificerende regio, dan zien we dat eigenlijk enkel maar degene met een hogere opleiding en een hoger inkomen effectief het positieve effect ondervinden van die groene ruimtes. Dus hitte speelt daar zeker een rol, maar ook opleidingsniveau, inkomen, kennis hebben van wat is gezond enzovoort, speelt daar zeker een rol. Dus de conclusie van die studie is heel duidelijk van kijk, we moeten zeker iets doen aan groene ruimtes in steden en dat zal zeker een verkoelend effect hebben. Maar de sociale context moet daar zeker ook worden meegenomen en mensen moeten misschien meegenomen worden in het verhaal. Dus kom ik terug bij mijn initieel schema en ik heb dus getracht om één element uit climate change een klein beetje uit te lichten naar heatstress en ook een beetje gelinkt aan luchtverontreiniging en dat de impact. En zeker, er is ook andere impact, maar er is zeker een belangrijke impact op cardiovasculaire ziekte. En dat ook uiteraard groene ruimte, de ligging van de stad, een belangrijke rol speelt. En dan had ik nog een tweede vraag, maar de poll werkt spijtig genoeg niet. En het is daar straks wel genoemd. Dus we schatten eerder een klimaatsopwarming tegen het einde van de eeuw en we hopen eigenlijk op 1,5, maar dat komen we zeker niet. 2 en waarschijnlijk 3 graden. En dan was mijn vraag, welke oversterfte schatten jullie dan per jaar door die 3 graden opwarming? En het antwoord komt uit een publicatie van het Europees Environmenteel Agentschap met updates in 2020. En dan zie je dat hun schatting naar oversterfte per opwarmingniveau, dus 1,5 graad, is 29.000 extra doden. In Europa schat men 90.000 extra doden per jaar bij een opwarming van 3 graden Celsius. Dus ik denk wel dat het zeer belangrijk is dat we daar ook iets aan. Ik wou hiermee eindigen. Ik dank u. Ja, mijn laatste slide is plotseling ergens in het ijle gevlogen, blijkbaar. Oké. Dankjewel, professor Hoed, voor uw presentatie. Dan hebben we nu eventjes pauze tot 11:20. Dan kan iedereen eventjes zijn benen strekken en iets te eten of kleins drinken. Bedankt, tot straks.